Deze beschouwing die gaat over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. En dan een pakkende titel. <laughs> ik moet nog even nadenken over die pakkende titel. Ik weet wel waar ik het over ga hebben. Ik heb een paar boeiende dagen achter de rug, zowel op mijn werk als privé. Ik had mijn dochter gisteren op bezoek. We hebben hutspot gegeten. Ik vind het leuk om haar. Uh, om haar te observeren. Ik heb het idee dat ik haar beter leer kennen. En ik heb het idee dat. dat ze meer zichzelf aan het worden is. En ik weet wel zeker dat zij zichzelf nog niet echt is. Maar ze is wel bezig. Ze vraagt zich wel een hoop af. En. Dat is dan ook een van de dingen waar ik het over wil hebben. Hè? Deze wereld is enorm complex geworden. Mijn tante, de oudste zus van mijn vader, die heeft een tijdje geleden eens gezegd. En het was altijd een enorme positivo over, uh, in de trant van de. In Nederland hebben wij het het beste van alle landen ter wereld. En la, 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 la. Nou, daar is ze van teruggekomen. En toen, alweer een tijdje terug. Toen zei ze... dat ze blij was... dat ze niet jong was. Ze maakte zich zorgen over... het bestaan. Voor... Jonge mensen in Nederland. En ik was het dan nooit met haar eens dat Nederland zo'n fantastisch land is, want ik zou niet weten waarom. We hebben mooie tijden gehad, dat wel. Maar die tijden zijn voorbij. Helaas. Het is langzaam bergafwaarts gegaan met ons, en het is zo langzaam gegaan dat onze jeugd niet in de gaten heeft dat er zoveel veranderd is, uh, niet ten goede. Uh, neem hier in Arnhem. Uh, uh, het is nu donderdag en. Het is dus koopavond en ik weet nu wel dat als ik nu de stad in zou lopen, ja, dat er wel wat mensen zijn. Dat wel. Maar het is niet zo druk als vroeger. En nou ja, overmorgen is het weekend. En op zaterdag in Arnhem was het in de winkelstraat zo druk. Ik weet nog wel dat ik wel eens. Ergens naartoe moest en de kortste route was door de winkelstraat. En dat ik maar steegjes, straatjes buitenom deed. Want je kwam door die mensenmenigte meuten in de winkelstraat. Er was geen doorkomen aan. Iedereen was aan het schuivelen. Ik pak even mijn thee. En die tijd is voorbij, hè. De komende zaterdag hoef je echt niet om te lopen hoor. Als je door de winkelstraat moet. Ja, het is maar wat. En dan. Mijn dochter, die heeft dan een stage. En op haar stage is ze. Uh ja, weliswaar alleen maar mondeling, maar toch bedreigd en uitgescholden. En nou is zij nou ja, professioneel genoeg om dat allemaal wel met een korreltje zout te nemen, maar dan toch. Hè? Zij zei dat ze er hoofdpijn. Aan overhield als ze weer zo'n zware dag had gehad. En dan kan je zeggen: eigen schuld, dikke bult. Want zij werkt dan uh, in de, ik zal niet zeggen waar, maar. In de dakloze toestandopvang. In het kader van een HBO-opleiding. Dus het, ja. Het, uh, het gaat wel ergens over. En die mensen die zitten daar bij die instantie. En die zijn er afgeleverd door de politie. Dus ze zitten daar niet eens vrijwillig. Maar de politie was helemaal beu. Je zou kunnen zeggen: eigenlijk horen ze in de gevangenis. Maar het zijn allemaal traumatische gevallen. Mensen. aan de onderkant van de samenleving opgegroeid. Allemaal gebroken gezinnen en dan ouders die, ja vaak een vader die er dan vandoor is en een moeder die, ja, ook niet helemaal goed in de vel zit, ze dus hebben middelen gebruik en zo. Mensen die in hun jeugd veel tekort zijn gekomen. En dan kan ik helaas zeggen dat dat voor mijn kind ook geldt. Zo erg bitter allemaal. En dat kijken dus hè, naar deze wereld, denk ik, jeetje. Doe het is dus niet zo dat ik ben zoals mijn tante hoor, dat ik denk van, oh, uh, maar blij dat ik dat niet heb of zo. Ik heb een heel leuk leven gehad. Ik, ik zou niet weten waarom ik dat overnieuw zou willen doen. Meer in die zin. Ik vind het eigenlijk wel leuk om het leven nu te bekijken vanuit deze, Ja, noem het maar, uh, oude lullenpositie. Vind ik eigenlijk ook wel leuk. En nog zes jaar, zes en een half jaar, en dan nou, krijg ik AOW. Dan zou ik in principe helemaal niet meer hoeven werken. Zou ik ook wel leuk vinden. En ik kan me voorstellen dat ik dan zelfs nog wel wat doorwerk. Op een of andere manier. Ja, als ik mijn lichaam het nog doet, waarom niet? En als het leuk werk is, waarom niet? Kijk, voor mij is mijn leven heel erg op een plek gevallen. Voor mij is het duidelijk geworden hoe de wereld in elkaar zit. Ik ben nu een boekje aan het lezen van Martin Vrijland. En dat heet De werkelijkheid zoals we die waarnemen. En dat lees ik dan op de bus naar mijn werk en in de bus van mijn werk. Dus Iedere keer in de bus, dan lees ik er een stukje uit. Of als ik wacht bij de bushalte. Ik heb het bijna uit. Ik ben op twee derde ongeveer. En Martin Vrijland die heeft zo'n haat-liefdeverhouding met de Bijbel. En hij zegt dan dat de God van de Bijbel, dat hij vreed is. En, uh, ja, wat vinden jullie eigenlijk? Ja, ik vind van niet, hè. Ik vind dat hij... Uh, Ik vind dat hij een incasseringsvermogen heeft van hier tot Tokio. Dat... Ja. Dat is dus een meningsverschil tussen mij en Martin Vrijland over de vreedheid van God. Dat ik denk: nee, God die is bijzonder mild. En Martin Freiland doelt dan op dingen als de zondvloed. Nou, de zondvloed. Het... De mensen waren verdorven. Wat heb je aan een wereld met bedorven mensen? Wat heb je aan bedorven mensen? Wat moet je ermee? Ja, daar geef ik jou even om over na te denken. Dat is dat wat de Bijbel zegt. Hè? Dat. Uh, het is geen kwestie van cultuur. Of je je wel of niet aan de wetten van God houdt. Het is, het, het is cultuur als je je aan de wetten van God houdt. En er is geen cultuur. Als je je niet aan de wetten van God houdt, heb je gewoon cultuurloosheid. Oftewel een soepzooi. Oftewel een puinhop. Oftewel, dan maakt het toch helemaal geen donder uit dat iedereen versuipt. Waarom? Wat, wat is daar nou belangrijk aan? Wat is nou belangrijk aan het in leven houden van een stelletje niets nutten? En Martin Vrijland vindt dat dan kennelijk zielig voor die mensen van, uh, van voor de zondvloed, dat die allemaal dood zijn. Dat die versopen zijn. En ik niet. En ik kijk nu naar de mensheid en ik denk, jeetje. Is dit dan. Zo'n liedje hè, van, uh, van Doe maar. Is dit alles dat Dat zou ik gaan zingen als ik God was. Dan heeft de mensheid mij nou echt niks meer te bieden? Dan deze ellende. Ik had gisteren met mijn dochter. Ja, dan moet ik me toch weer lachen. Maar. Ik heb op YouTube zo'n dame gevonden. Die komt uit Australië. En dat is een journalist. En die heet uh, Sydney Watson. Mijn dochter wist gelijk hoe je het spelde. Nou, jullie dus ook. Het is gewoon zoals je het zegt. Maar dan op het Engels natuurlijk. En Sydney, dat is die plaats in Australië. En Watson, zo heet de assistent van Sherlock Holmes ook. De zoon van Wot. En dan zei ik tegen mijn dochter van, uh, dat ik dat gevonden had. En mijn dochter voelde gelijk om dat te En die had zoiets van: ja, wil ik dat wel zien? Ik, uh, en oh, wilde mijn dochter van tevoren weten. Wat, uh, wat, wat voor soort iemand is het? En uh, wat is de politieke overtuiging of zo? Huh? Ik zei, nou, ze is niet liberal. Nou, er ging helemaal de nekharen overeind staan uh, bij mijn dochter. En die zat verwoed op de iPad-dingen, smartphone, de tip 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 Ik zei, met wie zit je nou uh, te whatsappen? En zei, ze zei, niemand. Ik ben even op Twitter aan het kijken uh, wat zij wel zegt het is erin ze te gillen, zij is transfoop. Dat is weer iets nieuws, dat, dat mag dus ook niet. Hè? Nou, ze moesten dus weten, maar ik ben, ik, ik ben ook, ja, ik, ben niet, ik ben niet heel bangelijk uitgevallen. Maar ja, ik, ik, ik zit niet te wachten op contact met uh, transgender mensen. Ik vind het echt een beetje eng. Daar heb ik al een keer een uitzending over gehouden. Ik vind het eng. Het is iets van, hey, van alle tijden. Hè? Dat, er een, dat er mannen zijn en die... Ja, die willen zich laten castreren. En die laten dat ook doen. Of nog erger, die doen het zelf. En dat castreren van die mannen... Dat, Gebeurt dan in de vorm van een ritueel. En dat bloed wat daarbij gaat spuiten en vloeien, dat is dan nog half heilig bloed ook. Net als het bloed van een vrouw in haar menstruatietijdperiode dinges. Het is echt verschrikkelijk. Ja, dat, dat gebeurt er nu niet meer... maar vroeger was dat wel zo. En dat, dat is heidens. Het komt dus voor onder die heidense mensen... die hebben in hun geloofssysteem... een meervoud aan goden. Meervuldigheid moet je zeggen, denk ik. Dus meerdere goden. En de oppergod... Dat is een vrouw. En een voorbeeld daarvan: dat is de katholieke kerk, waarbij ze meerdere goden hebben. Want Petrus is een god en uh, Paulus is een god en uh, de heel Rome staat vol met allemaal beelden van de heiligen. En dan heb je het weer: uh, die dag is van die sint en die dag is van die. Oh, die al die mensen zijn heilig verklaard en. En waar gaat het allemaal om? Uiteindelijk bottom line, de most holy, dat is dan de heilige Maria, de moeder van God. En castratie was binnen de katholieke kerk dus een eer. Hè? Het wordt niet zo aan de grote klok gehangen, maar... Dat toen de kastraatzangers. Ja, Piri, dat was gewoon voor het zingen hoor. Uh, ja, en. Uh, ja, die mensen werden gecastreerd. En daarmee dus. Uh, verlies je als man een stuk van je mannelijkheid. En word je dus vrouwelijker en lijk je dus meer op. Heilige Maria, de moeder van God, snap je? Dat was dan binnen het katholicisme en dan in het Indo-Asiaanse. Zeg ik nou, maar in het Babylonische geloof, dan lijkt je dus meer op Ishtar, de vrouw van Nimrod, de moeder van Tammuz. En in uh, het Egyptische dogma ding is het dan Isis, die de most holy is. Er is ook een boek van uh, Helena Petrovna Blavatsky. Het was best een aardig boek, moet ik zeggen. Dat vond ik in tegenstelling tot uh, De Geheime Leer. Die, die heb ik ook van haar. En ik heb alleen deel 1 en deel 2. Er schijnt ook een deel 3 te zijn. Het ontstaan van de samenleving... Als ik het wel heb. Die lijkt me wel interessant nog om te hebben. Maar zij heeft ook nog een boek geschreven. En het heet ISIS ontsluiert. En dat vond ik goed te lezen. De geheime leer niet. Nee, dat is uitermate saaie. Uitermate saaie zinnen. Los van het feit dat je er echt geen touw aan vast kan knopen. <laughs> maar ISIS ontsluiert. Hè? ISIS, dat is weer de vrouw, dat is weer de most holy. En in die kringen is castratie een, ja, een, een, een soort heilige daad. Ja, ik vind het helemaal niks. Ik vind het eng als dat gebeurt. Hè? Was gisteren op mijn werk. Dat... Er is in de Nederlandse media. een persoon naar voren gekomen. En die was al heel bekend. en iedereen dacht dat het een vrouw was. En die heeft nu gezegd van, eh, ja, dat hij transgender was. En mensen. Oh, nozich. Allemaal verbaasd. En een groepje mensen. die hadden het daarover. En. En ik deed een duit in het zakje door te zeggen dat Michelle Obama. Dat hij door Barack Obama een aantal keren Michael is genoemd. Dus aan plein publiek, hè? Michael en I, we have decided to lalalala. En dat een of andere. Ja. Personality, royalty, dinges. Journalist. Weet zo'n journalist die dan in de. Ja, in al die beroemde kringen dan. Uh, je ja, zeg maar voor de privé werkt. Of de story. Maar dan in Amerika. Dus. Uh, Hello of zo. So. Hello of People. People magazine. En die vrouw. die had toen gezegd van zoiets als uh, iedereen weet dat Michelle Obama een transseksueel is. Een transgender is. Dat is een omgebouwde. Dat is geen echte vrouw. Hè? Dat is een geboren man. Barack Obama en Michael Huppeltjepup, dat dat zijn twee homoseksuelen. Dat is wat die uh, het slaat net op het puntje van mijn tong hoe je nou zo'n journalist noemt. Celebrity natuurlijk, celebrity journalist. Die journalist in kwestie, die vrouw, die is nooit om verduidelijking gevraagd kunnen worden, want die was heel snel daarna, echt een paar weken daarna of zo, was die overleden. Onder hele rare omstandigheden. En ze denken dat ze vergiftigd is of zo. Omdat ze. Ja, iets te. Het, loslippig was. Want zo makkelijk gaan we er niet over doen. En die mensen bij dat gezelschap gisteren op mijn werk. die keken me zo aan. Ja, maar Barack Obama en die Michelle Obama. die, die hadden toch kinderen? Ja, Paul de Leeuw ook. Paul de Leeuw, die homoseksuele. Bekende Nederlander, hij heeft ook kinderen. En die heeft een man, dacht ik. Die zijn een papa en papa van twee kinderen. Of papa en mama, ik weet niet hoe ze dat zien. En toen vertelde, en dat vond ik echt zo schrijnend, ik kijk gewoon, als ik nu nog aan terugdenk, heb ik een pijn in mijn buik van. Toen vertelde een man dat zijn zoon. die is momenteel. in zo'n transgender. Uh, operatie. Uh, gebeuren. En die jongen die is. Nou, ik weet niet precies hoe oud hij is. maar. die is nog geen twintig. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik een ongelooflijk medelijden heb. Met die mensen van mijn werk. Die niet weten dat Michelle Obama Michael genoemd werd door Barack Obama. Die zeggen van ja, maar ze hebben toch kinderen? En ik ook oh, grampie. En dan die man die dan een zoon heeft die in de transitie zit. Oh, 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 oh. Waar zijn we mee bezig? Hè? Anyway. Mijn dochter die zei dus. Oh, die vrouw, die Sydney Watson. Die is transfoob. Ik ga nou. Uh, ik zet uh, de uitzending aan. En we kijken wel wanneer jij het te erg vindt worden. Nou, dat was dus alleen de intro, waarin Sidney Watson zoiets zegt van... Uh, Hallo, I am Sidney Watson. En nu komt als eerste die intromuziek die jullie allemaal zo verschrikkelijk vinden. Ja, dat vind ik een leuke grap. Nou, dat was toch genoeg. Nee, ze hebben het toch Die vrouw die, die had stilgestaan, in, of die zou stil gaan staan. Ik heb die uitzending bekeken. Het ging om het geval van een man en die had zijn vriendin aan stukken gesneden. En die had, ze hadden ook samen een hond. Ook die hond had hij vermoord en in stukken gesneden. En ze hadden die, hij had die stukken vlees, dingen, overblijfselen, stoffelijk overschot... Had hij op verschillende plaatsen in de omgeving, in de vrije natuur of zoiets gedumpt. Maar ze waren erachter gekomen. En hij was in een zwaar bewaakte gevangenis beland. En daar heeft hij gezegd dat hij eigenlijk een vrouw was. En dan is hij in zo'n transitieprogramma terechtgekomen. En nu, omdat hij dan um, een vrouw is geworden, dan komt hij in een minder beveiligde gevangenis terecht. Want hij valt nu. Nou ja, de, de mannengevangenissen zijn in was Amerika of zo. Die zijn een stuk, een stuk strenger dan vrouwengevangenissen. Dus hij zit nu in een minder strenge gevangenis, want het is een vrouw geworden. En het was een vrouwenmoordenaar. Dus een mannelijke vrouwenmoordenaar... komt nu in een vrouwengevangenis terecht, want het is een vrouw geworden. Ja, ja. Hij hoeft nu niet meer zo streng bewaakt te worden, want het is een vrouw geworden. Ja, ja. Ja, mijn dochter wilde dat niet eens zien. Zij noemde dat soort. Uh... Zij zei: over dat soort dingen moet je zwijgen. Want als je het over die dingen gaat hebben, dat is alleen maar schadelijk voor de zaak dus mijn dochter is dus voor censuur op dat terrein. Ja. ja. En dan denk ik dus kijkend naar mijn dochter denk ik meisje meisje ik zeg er dan niet veel van. Ik maak er een grapje open en we en houden het luchtjes. Ik uh, uh. ben al lang blij dat ze langskomt. Luchtigjes had ik moeten zeggen. Luchtjes, <laughs> dat zeg je niet. Maar welke wereld leven we in hè? Zo'n mensen die dan zeggen: Van. Uh, ik ben eigenlijk een vrouw. Wat bedoelen ze te zeggen eigenlijk? En ik was er vandaag over aan het nadenken. Tijdens mijn werk. Ik heb vandaag lekker gewerkt, twee appartementen. Schoongemaakt. En die bewoners, die waren op pad. Zo dus was ik lekker alleen. Oh, en die derde, die ging. Maar die was er wel toen ik binnenkwam. was een beetje zeurhuis, was die man. Maar die ging naar de dagbesteding. Dus. Die liet mij verder met rust. En het vierde appartement wat ik heb schoongemaakt, die vrouw die wil dan meehelpen. Dat vindt ze belangrijk. En dat is zo'n lekkere kwebelkous. Ah, dat vind ik ook alweer leuk. Lekker kwabbelde kwebbel. Ah, die vind ik wel aardig. Maar voor de rest was ik lekker alleen. En toen denk ik van ja, is het soms zo dat... Door die golf van het feminisme en die positieve discriminatie die daaruit voortgevloeid is, dat dat een jaloezie heeft opgeleverd bij mannen. En dat mannen dan denken: ik wil die vrouwelijke privileges ook. Zit is, is dat erachter dat ze jaloers zijn geworden op vrouwen? Ja, wat vind je? Wat, ja? Is het een beetje opmerkelijke constatering? Of, of juist niet? Mijn dochter, die, die was ook zo, dat is een tijdje terug dat ze dat zei hoor, dat ze heel verbolgen zei, van je zei ja, en vrouwen met gelijke opleiding, in een gelijke functie, die verdienen toch minder. Ja, het verbaast mij niks. Ik heb dus, uh, ik zit nu bijna aan het einde van mijn werkende leven. En, maar ik zie toch verschil tussen mannen en vrouwen. Of ik, ja, ik heb dat verschil gezien tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Serieus. En mijn eindoordeel, of mijn conclusie na die jaren dus, is dat alhoewel mannen, uh, nou, er zitten ook exemplaren tussen dat je denk van ga je godsnaam terug naar je moeder en steek je duim in je mond. En dat je in de regel meer hebt aan mannen dan aan vrouwen op de werkvloer. Als, het alles, als alles goed gaat, dan, dan, dan maakt het niet zoveel uit. Dan zijn vrouwen ook leuk en misschien wel gezelliger. Maar als het niet goed gaat. als er tegenslagen zijn en er moet overgewerkt worden en doorgehaald en dat soort dingen. dan heb ik liever mannen om me heen. En kan ik ook zien, dan terugkijkend, van uh, ja, wat de drama's waren als er te veel vrouwen bij betrokken waren. En mannen kunnen ook zeuren, dus, maar ze zeuren minder. En vrouwen kunnen ook uh, doordouwen, maar dat gebeurt dus minder. Nou, ja, Piri, dat is alleen maar jouw werkervaring. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En het is voor mij dan wel al mijn werkervaring. <laughs> en ik heb niet één baantje gedaan. Nee, een hele serie. Maar er zijn ook weer positieve dingen aan. Bij mijn werk. Die vrouwen daar. Uh, die dan mij inplannen. Dat is een team. Een ook iets van vier, vijf, zes vrouwen of zo. En ja, die geven dan echt wat te kennen. Dat ze, dat ze me aardig vinden en zo. Want toen had ik het ackefietje met die operatie vorig jaar. En daar ben ik toch heel coolant door die vrouwen geholpen. Ja. Ik denk dat mannen wat strakker waren geweest. en gezegd hadden van. nou, uh, wow, uh, dat ze niet zo coulant waren geweest. Denk ik. Ik vond het wel echt vond heel erg aardig. en dat heb ik ook duidelijk gezegd. Ja, ja. Maar nu op mijn werk, ik heb dus recentelijk een man ontmoet die daar interim manager is en die gooit er dan even de, de bezem doorheen en dat was geweldig goed. Want ik had al een aantal diensten gedraaid op die, op die plekken en er zaten een aantal dingen helemaal niet lekker. Nou, ben ik een relatieve nieuwkomer in het vakgebied, maar toch kan ik wel bepaalde dingen zien dat ik denk, dit gaat niet helemaal lekker. Dit is een beetje rommelig, een beetje duister, een beetje onduidelijk. Hè? Die man heeft even duidelijkheid geschapen. Geweldig. Echt goed. Heb ik ook tegen hem gezegd. Dus, uh, goed gedaan. Ik heb nog een geintje van gemaakt. Want, uh, ik ben je baas niet. Maar ik kan je toch zeggen dat, uh, dat ik vind dat je dat goed hebt gedaan. Uh. Dan nou, kun je, je baas een complimentje geven, mag ook. Of je baas, ja, hij wordt, mijn, hij wordt dan mijn baas. Interim, maar dan is hij nog steeds mijn baas. Voor eventjes. Misschien wel voor altijd, zou ik helemaal geweldig vinden. Ja, het is wat... En dan mijn dochter die dus zo ja, in het feminisme zit en... Ai, 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 ai. En wat me dan dus ook opviel, dat ze dan ook niet een contra geluid wil horen. Ik vraag me af of het bij mij ook zo is. Ik heb haar uitgedaagd, hè, mijn dochter uitgedaagd om, om te komen met een, ja, een, een filmpje, een, ja, een of ander YouTube-ding, of een gebeurtenis, of een krantenbericht of zo uh, voor haar kant van de zaak. Omdat er ergens een. Uh, Homoseksueel stel is beledigd. of whatever. Een neger is gediscrimineerd. Ja, toch? Zij mag ook met haar kant komen. Dat, dat maakt mij niet uit. Ik sta daar denk ik wel open voor. Nou, zeker nog, ik heb gezegd van kom maar op, dan kijk ik er wel naar. Maar van haar kant is dat niet. Dan denk ik ja, wat voor een wereld leven we? En dan kijk je naar al die dingen met die oorlogen. En nu is het dan weer Iran hè? En denk, waar maken wij ons druk over? En wat ik erg vind is dat de pensioengerechte leeftijd, dat die van 65 naar 67 omhoog is geschroefd. Terwijl die mensen die nu twee jaar langer moeten werken, hebben al die jaren wel die premie betaald. En nu zijn zij aan de beurt om niet te hoeven werken, en dan wordt er eenvoudigweg tegen ze gezegd van: nee, je moet toch maar blijven werken. We hebben er nog eens over nagedacht, maar blijf jij maar werken. Ik vind dat zo oneerlijk. Hè? En dan gaat het mij niet eens om om mezelf. Ik ben nou typisch zo iemand die. Uh, nou ja, nee, ik ben niet. Hoe moet ik dat nou zeggen? Je zou bijna kunnen zeggen: Ik ben iemand. Ik wil niet zielig gevonden worden. Dus ik, ik zit anders in elkaar, laat ik het zo maar zeggen. Maar voor die mensen die. Nee, ik sprak zo'n vrouw, die zit dan ook, dat is een collega zeg maar dan van mij. Nee, die zat in de begeleiding van een zorgen. Echt al veertig jaar of zo. Heel lang. En haar man die werkt in de bouw. En die man die had zich er echt helemaal op ingesteld. En ja, die heeft het er heel moeilijk mee gehad toen hij te horen kreeg dat hij twee jaar langer moest werken. Bij die mensen gaat het lichaam meespelen. Het is allemaal niet meer zo soepel en stevig en krachtig als vroeger. En je moest dus weten wat die mannen dagelijks uh, op een bordje krijgen. Ik zit echt, wat dat betreft, in de hoofdprijs, uh, eerste tribune. Want om mij heen wordt vol opgebouwd. Ben ik ook belachelijk, maar goed, ze hebben dat nodig gevonden. En, en het gaat maar door. En nu zijn ze tegenover me, zijn ze bezig. En als ik dus morgens wakker word, dan doe ik de gordijnen open. En is het toch donker buiten? En dan staat er dan. Aan zo'n hijskraan, heel hoog, 75 meter hoog of zo, hangen drie, vier enorme lampen van een paar kilowatt per stuk. En die lichten de hele bouwvloer uit, hè? het hele bouwterrein, de baat in het licht. En dan is het half zeven s'morgens? Nee, ze beginnen om zeven uur. Dus om zeven uur s'morgens, toink, gaat het licht aan. En dan zie ik die mannen staan en er zitten dus jonge mannen tussen, een beetje provoer een beetje en zo. Maar er zijn ook oudere mannen tussen. Mannen van mijn leeftijd. Dan denk ik, wauw. Hè? En ik werk dan ook, maar ja. Ik zit gewoon lekker binnen, een beetje toiletten te moppen. Dus dat uh, is helemaal niet zo'n punt, hè? Ik hoef echt niet hard te werken. Dat is niet waar. Nee, dat denk ik. Goh, die wereld. Medelijden, dat is het woord. Medelijden met de mensen heb ik. Want ik weet nog dat eind jaren tachtig. Toen heeft de staat een graai gedaan in het vermogen van de pensioenfondsen. Want die hadden zoveel geld. En in 2008, toen hadden de pensioenfondsen niet zoveel geld, maar toen hebben ze niet geld gekregen van de overheid. Nee, dan zijn er uh, regels aangescherpt. van... Uh, nou, de pensioenfondsen moeten er wel voor zorgen dat ze genoeg uh, in kas hebben. Ja, maar eind jaren tachtig uh, hadden ze te veel in kas en toen werden ze afgerand. Vind schandalig. En dan ook nog een keer dat wij. En voor 2020, we krijgen er weer 100.000 vreemde mensen bij. 100.000 mensen die de taal niet spreken. Ai, 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 ai. En we zijn het dichtstbevolkte land van Europa. Ze, 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 ze bedoelen het echt serieus. Ze willen Nederland helemaal kapot. Het aantal autochtone Nederlanders, van de mensen met een Nederlands paspoort en daarvan de, de echte autochtonen, zoals ik. Dat is nog maar 10 miljoen. En daalt, hè? Over 25 jaar is dat nog maar 6 miljoen. Over, een, over 25 jaar schat ik dat, ja, dat is, dan zijn wij een minderheid in Nederland. Ja, we krijgen een, hele, we krijgen een heel nieuw land. Wij kennen het straks niet meer terug. Wordt heel onpersoonlijk. Ik denk dat er veel meer wantrouwen zal komen. op straat. tussen de mensen onderling. tussen buren. Ik denk dat er veel meer isolement gaat komen voor mensen. Vooral mensen als ze wat ouder zijn. Nee, dat, ik zie je niet in dat er iets positiefs gaande is in Nederland. We zijn heel verdwaasd ook nog en dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk. Dat wordt nog wat met ons. En ik maak dan wel een aantal jaren mee, want ja, ik heb er wat voor rekening, Ik voel me uitstekend en uh, ik ben nu 60. Nog even, nog een half jaartje, dan ben ik 61. Dus ik ga nog wel wat meemaken met uh, de Nederlandse situatie. En op korte termijn, ja, die veranderingen gaan langzaam, hè? dus op korte termijn komen er geen drama's, dat geloof ik niet. Ik ben benieuwd hoe het loopt tussen mij en mijn dochter. Ik zie dan mijn dochter ja, als een kind van deze tijd. Iemand met weinig historisch besef. Ik ga een vraag aan stellen binnenkort, als ze dan weer komt. Want gelukkig hoor, daar prijs ik mezelf heel gelukkig mee. Over een dag of tien ongeveer, iets minder. Nee, een dag of tien zo'n beetje. Ja. Maar dan komt ze weer. En dan gaan we veganistisch eten. En dan gaat zij koken. Dan gaan we samen boodschappen doen. En dan gaat ze koken. En dat wordt leuk. En ik ga het haar vragen. Het lijkt me een goede. dat zij. onder woorden gaat brengen. wat zij denkt dat. mijn mening is over transgender mensen. en homoseksuele mensen. Dus dat zij. mijn mening moet samenvatten. en ik ga haar mening proberen samen te vatten. En, nou, zij moet dus mijn mening samenvatten en zij mag dan kritiek hebben op mijn samenvatting van haar mening, en ik mag natuurlijk kritiek hebben op haar samenvatting van mijn mening. Ze gaan we dus niet tegen elkaar in. Nee, we gaan uitsluitend vaststellen of we allebei wel een correct beeld hebben van de mening van de ander, in plaats dat je iets Radlopen, lopen betwisten terwijl je een verkeerd idee hebt van ander zijn ander zijn, andermans zijn idee. Of andermans zijn idee. Andermans idee kan je ook zeggen. Fok een goed, Dat had ik vandaag volgens mij ook verzonnen tijdens het toiletten schoonmaken. Kijk, waar werken al niet goed voor is, hè? En in het algemeenheid, dus voor de. Ik ben even, even een introotje. Ik ben nou bezig met dat boek van Martin Vrijland goed te lezen. Heel veel bijbelse dingen die hij aanhaalt. Nou, dat is natuurlijk prima. En hij is. ja uh Nou, ik, ik zal nog niet mijn conclusie gaan trekken, want ik heb het boek nog niet helemaal uit me. Het komt er ongeveer op neer dat hij uh, uh, het aanstuurt dat uh, de God van de Bijbel, dat dat eigenlijk uh, Lucifer is. Oftewel Satan of uh, de duivel. In elk geval, het is een. Um, nou, maar Martin Vrijland doet niet te lovend over de inhoud van de Bijbel. En dan zeg ik het heel de, de zachtjes uitgedrukt. Eigenlijk vindt hij het maar een raar boek. Hij heeft ook letterlijk gezegd van, de, van Johannes. Dus de apostel is dat. Hè? Dat is de auteur van het vierde testament. Uh, zeg ik nou, vierde evangelie van het uh, Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament begint met vier evangeliën. En het is uh, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En Johannes, dat heeft hij geschreven. En hij heeft ook een profetie gehad toen hij op het eiland Patmos zat. Daar zat hij, dacht ik, niet uit vrije wil. Patmos was niet echt een vakantieeiland... En daar heeft hij een profetie gehad over wat de wereld te wachten stond. En dat heet de openbaring van Johannes. En hij noemt het de openbaring van Jezus Christus. Dat boek heet ook wel Apocalypse, Apocalypse dat is de Griekse naam. Betekent openbaring. En Martin Vrijland, die heeft het dan over een, ja, iets met drugs gebruikt. Dat hij zegt, uh, die man die was knetterstaand. Oh, woorden van gelijke strekking. In mijn uiteindelijke bespreking van het boek van Martin Vrijland uh, uh, pak ik echt stukjes uit het boek erbij. En dan zal ik het gewoon voorlezen, wat hij nou letterlijk zegt. Maar hij heeft er dus zoiets van: ja, die man die is dus helemaal doorgesnoven, man. En ik denk niet dat dat geldt voor Johannes. Ik denk dat Johannes dat boek Openbaring heeft geschreven uit medelijden met de mensen die na hem zouden leven. En als waarschuwing ook. Want pas op voor dit en pas op voor dat. Hij heeft gewaarschuwd voor de eenwording van kerk en staat. En daar heeft hij helemaal gelijk in gekregen. In die zin dat de eenheid van kerk en staat dat is nu een voldongen feit. En we hebben op deze wereld een universele kerk. En die organisatie heeft. Ongelooflijk veel macht. En ze hebben ongelooflijk veel bezittingen. En ze worden gesteund door de allerrijkste mensen van deze aarde. Dus je kan ook zeggen: die universele kerk, dat is een project van de allerrijksten van deze aarde. die en die hebben onderling overleg gehad en die hebben dus onderling besloten dat het verstandig is dat iedereen die dus in de club zit, dat die een bepaalde, bepaalde hoeveelheid geld zou doneren aan de grote zaak, namelijk het stichten en in stand houden van de universele kerk. En ze hebben duidelijk gemaakt aan iedereen dat dat een noodzakelijk iets is om die, die heerschappij van deze heersers... Deze argonten, zeiden ze wel, heersers, tirannen, Om die op de lange termijn veilig te stellen. En dat het daarvoor nodig is om een universele kerk te hebben. Waar alle geloven onder alle kerken uh, in worden ondergebracht. Met de nadruk op ondergebracht. Er wordt maar één kerk geduld. En dat is de universele kerk en, ja, en, en alle subkerken daarvan. <coughs> 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 en die universele kerk die heeft bijvoorbeeld het Amerikaanse politieke systeem hey, helemaal in handen. Dat hadden ze ook al in Duitsland toen, uh, toen ze Duitsland hebben gebruikt om hel en verdoemenis te brengen over andere gebieden. Ja, dat hadden ze Duitsland ook helemaal in de, in de pocket, zoals het heet. Ja, dan denk ik aan de tijden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Want dat was geen um, pan-Germaanse beweging. Dat werd aangestuurd vanuit Rome. Vanuit de universele kerk. Paus Pius XII. Die werd ook wel gekscherend. Hitler zijn paus genoemd. Hitlers Poop. Ja, zo zullen we wel mee krijgen. En die universele kerk. Dat is Babylon. Dat is voortgekomen uit Babylon. De roer van Babylon wordt het ook wel genoemd. Wat is dat? Dus Mystery Babylon. Even kijken wat die, uh, die kreet. Dus dat zat wel heel mooi in de Statenvertaling. Mystery Babylon. Als Openbaring 17. Ik vond de staat vertaling zo mooi. Ik ga even kijken hoe die daar. Moet ik even het vers hebben, hè? heel mooi om dat voor te lezen, by the way. In het Nederlands is dat mooi, hè? Het is een hele mooie taal. Waar well, staat nou Mystery Babylon? Ja, is, uh, vers 5 is dat. En upon her forehead was a name written Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Dat is dan. 17 vers 5. was ik 17. Mooie tijd, hè, dat je dat zo in één keer. Hier staat de vertaling. Komt-ie? En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Namelijk Verborgenheid. Het grote Babylon. De moeder der hoererijen. En der gruwelen der aarde. Nou, dat is het dan. Er is een winkelcentrum in Den Haag, en dat heet Babylon. En wij denken, oh, wat een leuke naam voor een winkelcentrum in Den Haag. Maar het gaat hier om verborgenheid. De verborgen het grote Babylon. En die opereert in het verborgene. En dat hebben wij nu. En die is de baas. En dat is de moeder der hoererijen. En der gruwelen der aarde. En vers 6. En ik zag dat de vrouw. Dronken was van het bloed der Heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. Ja, ja. Het zijn hele bijzondere tijden. En op de nieuwe plek waar ik kom te werken. De vaste plek, krijg ik dan. Daar werkt nu een man. En die, ik, ik hoop dat hij daar blijft werken. Ik zou hem graag beter willen leren kennen. En hij is Mohammedaan. Heb ik begrepen. Ik heb, hem heel, ik heb hem maar één ochtend. Ik heb niet de hele tijd met hem staan kletsen. Want we waren allebei aan het werk. We hebben het kort gehad over het geloof. Hij was Mohammedan. Hij wist in elk geval van die aanslagen van 11 september. Dat is al een hele opluchting tegenwoordig. Dat je iemand spreekt en... dat, dat zo'n persoon niet in sprookjes gelooft. Want gebouwen van staal en beton... Die veranderen niet binnen 17 seconden in stof. Omdat er een uur daarvoor een vliegtuig ingeknald was. En die andere gebouwen, dat, dat gebouw nummer 7, dat is dan om half 4 middags in elkaar ge, gezakt. Dat was een gebouw van 47 verdiepingen. Kun je het je voorstellen, heb je ooit een gebouw gezien van 47 verdiepingen hoog? Ik denk het niet. Ik heb lesgegeven in die Erasmus-toren daar in Nijmegen. Ja, die was 20 verdiepingen hoog. Nou, dat was dus meer dan twee keer zo hoog dan het Erasmus-gebouw. En dat vond ik al een heel hoog gebouw. Dat gebouw dat zakte in elkaar in 6,7 seconden. Maar dat kan niet zomaar. En er zijn dus mensen die zeggen van ja, nou kijk, het is heel simpel hoor. Dat was om half vier s middags en dat gebouw zakte dus binnen zeven seconden in elkaar, omdat uh, ja, zes uur daarvoor uh, was, het, uh, was er een ander gebouw, gebouw door een, uh, een vliegtuig geraakt. Ja, hè? Dat is heel vaak hoor, en als er dan zo'n uh, zo vliegtuig tegen een gebouw aan vliegt, dan uh, die gebouwen in de omgeving, die, uh, ja, dat duurt dan soms wel eventjes hoor, en dan brrr, gaan die ook in elkaar zakken. Dat is altijd zo hoor, als we vliegtuigen in gebouwen vliegen. Het is toch erg hè, dat mensen zo denken. Maar deze Mohamedaan dan niet, die, die wist ervan. Die wist dat dat niet Osama Bin Laden was. Dat is alweer heel wat. Dus ik zie er naar uit. In begin februari begin ik daar. En dan kom ik daar elke dag. Dan hebben we alle tijd. Om het te gaan hebben over het einde der tijden waarin we nu leven. Want ja, veel erger kan het niet hoor. Toch? Ik heb op Facebook gezien hoe het Nederlandse volk, dan, dan op Facebook op dat moment, maar daar waren ze echt aan het smeeken van, ja mensen moeten verplicht worden dat ze hun kinderen laten inenten. En uh, ja, dat, dat moet. Zonder dat die mensen zich daarbij afvragen waarmee er ingeënt gaat worden. Uh, wat ze willen is dat die verplichting er komt. Uh, dus niets van welk goedje. Snap je wat ik bedoel? Nee, uh, dat er gewoon een verplichting komt. En dat er uh, sancties komen voor ouders die dat uh, hun kinderen niet aanleveren. Nou, dan moeten die ouders ge gepakt worden die uh, nou, uh, kinderbijslag afpakken of zo. Extra hoge parkeerboetes. Of uh, meer uh, inkomstenbelasting betalen of zo. Pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 115. Voor straf. En niemand die zich afvraagt wat er dan in die verplichte toediening. wat voor chemicaliën erin zitten. Dat is allemaal niet belangrijk. Belangrijk is dat het verplicht wordt. Geeft aan dat wij helemaal gek zijn geworden. En veel erger moet het. Kan het nog erger? echt Ik hou mijn hart vast. In mijn volgende uitzending zal ik het erover hebben. Hoe je in deze waanzinnige situatie uh, gezond en in leven blijft. Want ik, ja, met mij is er momenteel niks aan de hand hoor. Maak je geen zorgen. En met jullie, dus in principe ook niet. Nou. Ga er maar vast over nadenken. Over wat ik dan zal gaan vertellen. Over wat je volgens mij moet gaan doen. Om niet helemaal knettergek te worden. Maar ik denk dat ik het al weet. Hoor. <laughs> maar goed, tot de volgende keer. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag, lieverds.